je paddles en bij surfen heb je geen paddles. Van surfen en beachvolleybal tot yoga, trampolinespringen, Nordic walking en mee op de reddingsboot. Op het strand van Scheveningen konden de wijkbewoners het woensdag allemaal uitproberen. Wat we eigenlijk willen is dat lokale bewoners kennis maken met verschillende sportaanbieders. Plus dat de sportaanbieders zichzelf zeg maar, in de kijker kunnen zetten bij de bewoners. Het einddoel is dat deelnemers die nu deelnemen aan de clinics zich ook gaan aanmelden bij degene die de sportclinics geven. De dag werd al voor de zesde keer georganiseerd, maar de opkomst is doorgaans hoger. Dat had meerdere redenen. Afgelopen jaren was het gewoon een stuk beter weer. Nieuwe locatie, we zijn voor het eerst nu bij Jumpteam op het strand. Normaal deden we het wat meer in de wijk gelegen, dus Westbroek Park of op andere kleine pleintjes in de wijk. Dus dat zijn waarschijnlijk oorzaken waardoor het nu wat rustiger is dan normaal. Opvallend genoeg waren de watersporten het populairst. Ik heb net gesurfd en daarvoor geslipt. En ik vond alle twee voor de eerste keer en het was superleuk. En is dit nou ook iets wat je vaker wil doen? Ik denk het suppen wel. De surfen is wel moeilijker, maar ja, van het suppen heb je een breakboard en dan ga je naar het surfen, de smallboard. Dus dan is nog meer je balans houden. Dus nee, maar dat suppen vind ik echt wel leuk. En wat is nou het verschil tussen surfen en suppen? Bij suppen doe je de paddles en bij surfen heb je geen paddles. Nee, met suppen moet je als surfen op je knie en dan moet je gaan staan. En dan met die moet je bij je buik houden en dan spring je erop. Hey, maar is het niet veel lekkerder om lekker binnen te zitten voor de tv? Nee, het is veel leuker. Alleen maar sporten is leuk.